En bij mij in de studio Stefanie Doze van Open VLD, kersvers parlementslid. Maar u bent wel vertrouwd met de politiek, hè? Ja, inderdaad. Ik werk eigenlijk al 16 jaar achter de schermen van de politiek. En welke watertjes heeft u doorzwommen? Toch wel al een paar. Ik ben als groentje gestart op het kabinet van Fientje Moerman, toen dat ik afgestudeerd was in de politieke wetenschappen. Dus op mijn 22 jaar heb ik bij Fientje gestart als haar politiek secretaris. Dat heb ik 3 jaar gedaan. En na die 3 jaar ben ik verhuisd naar een lokaal kabinet in Gent. Ik was toen kabinetchef van de schepen voor haven en innovatie, SAS van Roeverwa. Daarna is SAS verkozen in het Vlaams parlement en ik heb eigenlijk een zeer goede band met SAS. Het is een beetje mijn politieke vader. Mm-hmm. En ik ben hem dus meegevolgd naar het parlement. Ik ben 5 jaar lang zijn parlementair medewerker geweest. Dus ja, voor mij is het hier wel een beetje terug thuiskomen. Ik ken hier heel veel gezichten van achter de schermen. En uw laatste horde was? Mijn laatste horde was adjunctkabinetchef voor Sven Gats. En ik was specifiek verantwoordelijk voor cultuur en jeugd. Ja. U heeft een vraag gesteld zo net aan minister Somers, uw partijgenoot. U was not amused met de reclamecampagne van Bikkie Burger, omdat die zogenaamd partnergeweld minimaliseert. Is het aan de overheid om wansmaak te censureren? Mm-hmm. Ja, het was voor mij wel een dilemma of dat ik die vraag zou stellen, ja dan nee. Enerzijds geef je zo veel meer luister aan die campagne, want het merk Bikkie is nu overal vermeld en dat kan ook wel een beetje de achterliggende reden zijn van die firma om zo'n controversiële reclame te brengen. Want slechte iedereen heeft reclame is ook reclame. Voilà, there's no such thing as bad publicity. En door er dan een vraag over te gaan stellen, gaan we dan nog meer gaan voeden. Anderzijds ook de dunne grens, wat dat vrije meningsuiting is en tot hoever dat die gaat. Dus, hoe ver mag die gaan? Ja, wel, ik vind wanneer het gaat bijvoorbeeld als zaken zoals partnergeweld, waarvan de minister in zijn antwoord gezegd heeft dat er 45.000 klachten vorig jaar zijn ingediend, dat dat dus een enorm grote en zware problematiek is, dan vind ik dat er daar eigenlijk gewoon een no-go-policy op moet zijn. Maar door een reclamecampagne gewoon in te trekken, gaat men het partnergeweld niet oplossen of aanpakken, hè? Nee, maar je geeft wel als samenleving een heel duidelijk signaal dat dit echt wordt afgekeurd. Want een partnergeweld is ook nog een zeer ondergelegde problematiek, omdat heel veel vrouwen niet durven de stap zetten om klachten te gaan neerleggen. Wanneer dat we als samenleving tonen van dit kan niet en neem hulp en zet stappen daarin, dan hoop ik dat we die vrouwen die vandaag daarvan het slachtoffer zijn, kunnen helpen. Ja, maar gaat u dan deze legislatuur ook nog een aantal beleidsmaatregelen voorstellen of vragen stellen of een lans breken om dat partnergeweld aan te pakken? Ja. De cijfers van de minister zijn toch echt wel chockerend, vind ik. 45.000 gevallen, dat is gigantisch. Dus dat is al een eerste wake-up call. De tweede is dat er in het regeerakkoord, specifiek onder het luik gelijke kansen is opgenomen, dat daar een heel racem van maatregelen zal voorgenomen worden om eigenlijk dat partnergeweld aan te pakken. Ik heb daarnet aan de minister gevraagd of dat hij daar al mee bezig is en welke specifieke maatregelen dat zullen zijn. Nu natuurlijk, de minister is een week bezig, dus ik heb daar alle begrip voor dat hij daar nog niet het volledige spectrum kan geven. Maar ik wacht erop en ik kijk er naar uit om daar vanuit de regering en vanuit het parlement aan te kunnen werken. Ja, maar nu terug naar de Bikkie Burger campagne. Het is alleszins een rare reclame in dit soort MeToo-tijdperk. Ja, absoluut. Ik vind het eigenlijk absoluut getuige van een slechte smaak. Vooral ook om, en daarvoor ben ik eigenlijk nog kwader geworden, omdat het niet de eerste keer is dat het bedrijf zo'n wansmakelijke reclame voert. Kan u nog eens een voorbeeld geven? Alzheimer en er was ook reclame over plastische chirurgie. Juist, ja, dus ook opnieuw dat die grens gaan opzoeken. Dat was een video die gelanceerd was op Facebook, waarop een vrouw plastische chirurgie had ondergaan en waarop de onderliggende lijn was, ze heeft alleszins al verkeerde keuzes gemaakt, maar niet als het over het eten van echt vlees gaat. Ja. Dus ja, bon, dus dit desbetreffende bedrijf heeft het toen al toch wel een beetje de grenzen van het fatsoen opgezocht. Maar we haalden het al aan, over smaak valt te twisten. Sommigen vinden dit gewoon heel grappig.
Ja, dan moet ik misschien een keer een pint gaan drinken met diegenen die dat zo grappig vinden. Het heeft alleszins wel gewerkt door het aan te kaarten, want de minister heeft klacht neergelegd bij het JEP. Dat is de jury voor ethische praktijken. Dat is eigenlijk een jury die is samengesteld uit verschillende reclamemakers. Die gaan kijken van wanneer is een reclame bedreigend of wanneer is een reclame aanstootgevend. Dus die klacht is neergelegd, maar... De CEO van het bedrijf heeft al contact opgenomen met de minister, heeft zijn excuses aangeboden en heeft tegen de minister gezegd dat de campagne wordt teruggetrokken. En hij zal ook in gesprek gaan met de verschillende instituten, het Instituut voor Gelijkheid van Man en Vrouw, om te kunnen zien van hoe kunnen we hier een goed voorbeeld zijn en kunnen we eigenlijk zo'n zaken niet meer meemaken. Dus ik vind eigenlijk, als de excuses oprecht zijn en de handelingen van de CEO, dan vind ik dat we hier eigenlijk toch wel een goede stap meegezet hebben. Ja, maar hoe consequent gaat u zijn? Want moet u dan ook niet ageren tegen allerhande strips zoals Largo Winch, waar ook met de vleet of bij de vleet vrouwen worden geslagen? Ja, wel, ik denk dat we in zo'n zaken heel erg moeten opletten dat de slinger niet te veel overslaat naar de andere kant. We hebben dat eerlijk gezegd in de MeToo-campagne ook ervaren. Dat ook bepaalde mannen dan ook heel overgevoelig gingen reageren. Ik heb dat ervaren als vrouw, wanneer dat er dan een compliment kreeg van een man en die zich al op voorhand begon te verexcuseren van hoe in de MeToo-tijden. We moeten dat echt wel goed bewaken en ik denk dat het belangrijk is om case per case te gaan bekijken van in hoeverre is hier een grens overschreden of niet. Ja, want het moraliserende vingertje, dat lijkt me toch niet meteen iets voor Open VLD. Nee, absoluut niet. Wij zijn nog steeds een vrijheidspartij, waarvoor dat vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk is. Maar wanneer dat het zaken zal banaliseren, zoals partnergeweld, dan komt men in mij wel een vurige strijdster tegen. Oké, en die zullen we dan deze legislatuur waarschijnlijk nog wel zien. Dankjewel, Stefanie Tolsen. Graag gedaan.